Voorzet komt. Het is een goeie. Lavie gaat door en scoort bijna. De vlag blijft beneden. En tot twee keer toe moet daarvoor Matthias intercepteren daar. Nee, de vlag ging niet de hoogte in. Er werd geappeleerd voor buitenspel. Hervé Matthies deed dat vooral. Maar voor hem zijn er wel tekenen van beterschap. Miché in de combinatie met Keita. Die legt terug tot bij Kagro. Kagro nog steeds. Reinders nu met de plaatsbal. En een eerste pogingetje, zullen we maar zeggen, van Sossé. Of richting Sossé. Malungu. Onder druk gezet. Malungu is de bal kwijt. Charlie Keita gaat die scoren. Charlie Keita! Beerschot komt na 12 minuten voetballen 1-0 voor. En het is spits Charlie Keita die zijn eerste officiële doelpunt ooit maakt voor Beerschot. Wat heeft hier lang op moeten wachten. Tussen de 6 en de 700 minuten was het ongeveer. Vooraleer hij zijn eerste officiële goal heeft kunnen maken voor de Kielse Ratten. Maar na 12 minuten voetballen hier op het veld van Franc-Borin lukt het. En het komt vooral door heel slecht en knullig uitverdedigen door Levi Malungu. Laat zich daar te makkelijk de bal ontfutselen door Charlie Keita. En die vloert dan Adrien Sossé in de verste hoek. Het staat wel degelijk 0-1. En wat zal het hem deugd doen? De spits van Beerschot is er natuurlijk ingekomen op het moment dat Kozia zich heel ernstig blesseerde. Benjamin Pauwels dan. Komt er een voorzet of niet van Pauwels? Reinders. Ook hij mee naar binnen geknopen. Hier is Kagro en hier is Reinders. Fantastisch uitgespeeld door Beerschot. Franc-Borin na 20 minuten helemaal op een hoopje gevoetbald. En de Kielse Ratten staan 0-2 voor Kagro met het oppippertje richting Tom Reinders. En die maakt het in de korte hoek af voorbij Adrien Sossé. Franc-Borin in de hoek waar de klappen vallen. 2-0 in het krijt. En weinig tekenen van beterschap toch wel voor de thuisploeg. Hier Kagro en totaal geen buitenspel. Wordt opgehoven door Sidney Obisa. Hij is de laatste man die is blijven hangen waardoor Tom Reinders geen buitenspel staat. Nou, sterke beer hoor. Charlie Keita weet echt goed zijn lichaam te zetten. Pauwels nu die naar binnen knijpt en Sossé heeft alle moeite van de wereld om die bal in corner te pareren. Bijna voor het inslaan van het eerste half uur. Een 0-3 voorsprong voor Beerschot. Maar de trap van Pauwels al hobbelend gepareerd door Sossé. Maar voorts was er dus geen aanspeelpunt voor Guirassy. Hier is nu Healy met de plaatsbal en de save nodig van daarvoor Matthias. Hele goede lijnkeeper trouwens. Zijn uitvoetballen is soms wat shaky. Maar op zijn lijn echt wel een goede keeper daarvoor Matthias. En dat bewijst hij hier met de goede parade op de trap van Matthew Healy. Hervé Matthies. Bal stuitert wat door. Reinders kan hem nog controleren. Terugtikken doet hij niet. Reinders gaat zelf een keertje trappen. En die stuiterde net op het moment dat Sossé die bal wou proberen klemmen. Dat lukte daardoor niet. Waardoor de doelman van Franc-Borin een nieuwe corner toestaat. Hier gaan we dat zien, dat die bal net gaat opstuiteren. Zo zitten we bij Kurci. Plots is daar Franc-Borin. De paas net niet goed. Chimanga in de voeten van Van den Driesch. En die gaat erin. Bal wijkt onderweg af. En zo weet Franc-Borin dan toch nog die aansluitingstreffer te scoren. In de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Een afgeweken schot van Kevin Van den Driesch. Het doelpunt zal wel degelijk op zijn naam komen te staan. Want de poging zou binnen het kader zijn gegaan.
Ook al is die bal afgeweken. En Grandjean wil er in die laatste 10 minuten nog wat schwung in krijgen. Scoren heeft hij niet gedaan, Kurci. Maar onrechtstreeks is hij mee verantwoordelijk voor die aansluitingstreffer. De bal komt tegen de hakken van Konstantopoulos. Hij doet de poging afwijken, waardoor Davor Matthias natuurlijk helemaal uit de positie stond en er niets aan kon doen. En zo kan het natuurlijk nog gaan beginnen spoken. Zo kan er toch nog een spannend slot in zitten. Chimanga levert in. Vrijtrap met Hervé Matthys. Standaard situaties zijn standaard een kolfje naar zijn hand. Daar komt zijn bal en daar is de goal. Konstantopoulos. Waren het instructies van de Griek zelf om die bal panklaar op zijn hoofd te zetten? En te leggen vooral. Beerschot weet dan toch de partij in een definitieve plooi te leggen. De vrije trap van Hervé Matthys op het hoofd geschilderd van Apostolos Konstantopoulos. Tolis is zijn roepnaam. En hij maakt het af. Hij slaat de droom van Frau Borijn aan Diggelen om dan toch nog in de laatste officiële wedstrijd van 2023 punten te gaan rapen. Maar de promovendus vanuit Eerste Nationale eindigt daar wel na 16 speeldagen. En gaat dus de winterstop in als de nummer laatste. Beerschot wint met 1-3 in het Vedettestadion. En hijst zich opnieuw mede aan kop van het klassement van de Challenger Pro League.